Voor de achtste en laatste koers de Tweede Kamer Alkmaarprijs met 7 paarden. Zonder paard nummer 5, Kira Blue, 2 favorieten. Het zijn de nummers 3, Lisboa Renka en 7, Money Maker BR. En we gaan eens even zien wat dit ons op gaat leveren. Ik wil u in ieder geval alvast danken voor uw aanwezigheid hier vandaag in de Alkmaar Z-Turf Arena. Voor degenen die al naar huis gaan, voor degenen die nog even blijven, zou ik willen zeggen heel veel plezier zo dadelijk met het grote feest. Auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. Nog 50 meter. En de start is gevallen en de strijd om de leiding is gaande. Geen schijn van kans in ieder geval Giddy King Lee. Want aan de binnenzijde is Felton Elisabeth veel sneller. En die neemt het veld op sleeptouw. Op de tweede plaats hebben we dan Lisboa Renka. Die zou graag naar de reling willen. Maar daar zit ook op dit moment Danny den Dubbelde. Die houdt er net geen voorbeen tussen. En zo krijgen we alle paarden achter elkaar. Ligt Giddy King Lee op de vierde plaats. En daarachter hebben we dan op een lengte Luigi Il Mago. En dat is de volgorde als de deelnemers dan de verre linkerbocht ingaan met Felton Elisabeth hier aan de leiding. Op de tweede plaats Lisboa Renka. Dan de twee. En dat is Iris Succes. Wordt gevolgd door Giddy King Lee. Met verderweg in het veld Luigi Il Mago. En op een lengte daarachter dan Money Maker BR. En op de laatste plaats hebben we I Love the Bellande. Paarden komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune in een koers die nog een beetje moet ontbranden. We hebben alle paarden achter elkaar en Jaap Verheyen mag doen wat hij wil met paard nummer 1 Felton Elisabeth. En dan moet hij dan nog 2 rondes vol zien te houden. Op de tweede plaats hebben we dan nummer 3 Lisboa Renka. Die wordt gevolgd dan aan de binnenzijde door Iris Succes. Dan hebben we Giddy King Lee met Luigi Il Mago en vanuit de staart van het veld 8 Rob de Vlieger de tijd rijp om zijn nummer 7 Moneymaker BR in stelling te brengen. En daarachter is er ook nog aansluiting voor I Love the Bellande. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. Doen dat nog met straks nog een ronde te gaan. En aan kop Felton Elisabeth. Felton Elisabeth heeft die lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Lisboa Renka. Hier is Succes naar het tweede spoor gegaan. Dan hebben we Giddy King Lee aan de binnenkant met Luigi Il Mago. Verderweg in het veld volgt dan aan de buitenzijde Moneymaker BR. En in de laatste stelling hebben we I Love the Bellande. Paarden komen weer in de rechte lijn. En het is Felton Elisabeth die hier het veld de weg wijst. Op de tweede plaats Iris Succes. Op de derde aan de binnenzijde opereert dan Lisboa Renka. Daarachter hebben we dan Luigi Il Mago. Voor aan de binnenkant Giddy King Lee. En aan de buitenkant nummer 7 Moneymaker BR. En laatste ligt nog altijd die I Love te belanden. Als de paarden dan door de Green Art Production bocht gaan voor de laatste keer vandaag. En wie, oh wie, gooit de knuppel in het hoenderhok. Het zal toch een keer moeten gebeuren. Jaap Verheyen zit vooralsnog als een groot vorst daar aan de leiding. Met zijn Felton Elisabeth. Op de tweede plaats hebben we dan nu een aanval. Aan de buitenzijde is het namelijk Luigi Il Mago. Die als eerste in stelling wordt gebracht. Op de gelijke hoogte continu met Iris Prinses. En aan de Succes moet ik zeggen. Aan de binnenzijde kan geen kant op die Lisboa Renka. Die heeft nogal wat over. En vanuit de start van het veld komt daar de aanval van Moneymaker BR. Als de deelnemers dan afkoers op de laatste rechterlijn. Zelfs een koers met 7 paarden kan toch een fantastische eindstrijd opleveren. Met Felton Elisabeth, Luigi Il Mago. En aan de buitenkant dan de opkomende Moneymaker BR. Maar het is Jaap Verheyen. Oh, die wint gewoon weer, denk ik. Ja hoor, Felton Elisabeth is op tijd. Kloos voor de plaatsen tussen Lisboa Renka en aan de buitenzijde Moneymaker BR. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Maar mijn eerste gevoel, daar had ik het bij moeten houden. Felton Elisabeth hier, van start tot finish. Kloos, ik denk de 7 nog net voor de 3. En dan de 6. Maar voor de tweede plaats scheelt dat bijzonder weinig.